Informateur Cenk Willink heeft koningin Beatrix vanmiddag geadviseerd 3 informateurs te benoemen om de onderhandelingen over een Paarse coalitie voort te zetten. Hoewel er grote aarzelingen bestaan bij Partij van de Arbeid en VVD, zijn alle partijen bereid zich in te spannen voor een kabinet zonder CDA. Dat zijn de conclusies uit het eindrapport van informateur Cenk Willink. Informateur Cenk Willink besprak vanmiddag op Paleis Noordeinde zijn conclusies met de koningin. Hij adviseert om 3 vooraanstaande personen uit PvdA, VVD en D66 te benoemen tot informateurs. Deze nieuwe informateurs moeten proberen de partijen inhoudelijk dichter bij elkaar te brengen. Cenk Willink had vanochtend een laatste gesprek met de partijleiders Kok, Van Mierlo en Bolkestein. In dat gesprek bleek hem dat de partijen bereid zijn tot echte onderhandelingen, maar dat die niet gemakkelijk zullen zijn. Daar is me gebleken dat er soms grote aarzelingen bestaan vanwege belangrijke inhoudelijke verschillen, met name op sociaal-economisch terrein. Tegelijkertijd heb ik de indruk dat op een aantal andere terreinen de verschillen minder groot zijn dan soms worden voorondersteld. Cenk Willink denkt bijvoorbeeld dat de verschillen op het gebied van justitie overbrugbaar zijn. De informateur heeft het gevoel dat de partijen de wil hebben om tot elkaar te komen. Ik denk dat de bereidheid het inzicht dat deze combinatie nu eerst onderzocht moet worden en de wil om dat te doen, dat die in de afgelopen week gegroeid is. Waarschijnlijk morgen maakt de koningin bekend wie de nieuwe informateurs zijn. Vaststaat dat Cenk Willink daar niet bij hoort. De kabinetsformatie van een Paarse coalitie, een kabinet zonder het CDA, is dus een nieuwe fase ingegaan. Politiek redacteur Job Friso. De korte, verkennende informatie van Cenk Willink heeft in ieder geval 1 ding duidelijk gemaakt. Op dit moment is er alleen een kabinet zonder het CDA mogelijk. En dat komt omdat D66 nu alleen aan zo'n Paarse coalitie wil meewerken. D66 is onmisbaar om een kabinet aan een meerderheid te helpen. VVD en Partij van de Arbeid blokkeren zo'n Paarse coalitie niet, maar ze hebben grote aarzelingen. Met name de toekomst van de sociale zekerheid houdt die 2 partijen verdeeld. Een 3-manschap van informateurs zou dat in ieder geval moeten oplossen. Die informateurs moeten dus komen uit D66, de VVD en de Partij van de Arbeid. D66 wil in ieder geval de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Vis, als 1 van de informateurs. Maar het is nog onduidelijk of hij ook wil. De wens tot 3 informateurs tekent het wantrouwen tussen VVD, PvdA en D66. Alle 3 de partijen willen invloed hebben op de leiding van de onderhandelingen uit angst om de greep op het proces te verliezen. De benoeming van het informerende 3-manschap wordt dus dit weekende verwacht. 1 van de 3 kon tot nu toe niet bereikt worden. Pas als dat is gebeurd, en ze willen ook alle 3, zal de koningin de informateurs naar alle waarschijnlijkheid benoemen.